mensen zijn de onduidelijkheid van de gevestigde politiek zat. Willen een nieuwe frisse wind. Nou, dat gaan we nu doen. Normaal zit hier natuurlijk nog de dijk. Hè? En die is eraf gekloven. Grote onrust bij het Edu Delta College in Barendrecht en Middelharnis. De onderwijsinstelling is in geldnood gekomen doordat het aantal leerlingen steeds verder terugloopt. Minister Slob van Onderwijs heeft laten weten niets te zien in een reddingsplan. En daarmee zou Edu Delta nog deze zomer moeten stoppen. Ja, aan Edu Delta vind ik vreselijk jammer. Ik heb hier eens op VMBO gezeten, nu op het MBO. Dus ja, is vreselijk jammer natuurlijk. Maar ik hoop wel dat de lessen doorgaan. Ja, ik vind het gewoon raar. Gewoon ineens. Ik weet het helemaal niet. Ik wist er helemaal niks van. Ik zag het ineens. Mijn vriendin stuurde het ineens naar mij. Het is allemaal niet zo duidelijk. Alleen ik heb niet echt dat ik denk, oh, ik ben nu in paniek of zo. Ik zit midden in mijn schooljaar. En ik moet nog een jaar. En dan ben ik klaar. Dan heb ik mijn papiertje. En ik zat wel zo van, oké, wacht even. Hoe gaat het nu gebeuren? Edu Delta houdt op te bestaan, maar dat houdt volgens het bestuur niet in dat de scholen dichtgaan. De school gaat gewoon door. Alleen wat er gaat gebeuren is dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs wordt overgedragen aan andere schoolbestuur. Maar deze school hier, waar we nu staan, die gaat gewoon verder. En de leerlingen kunnen hier naar school gaan. U ziet hoe leuk het hier is, hoe mooi het er is. En al die groene VMBO-studenten en die MBO-studenten, die kunnen gewoon hier in onderwijs blijven doen. Het is dus zaak voor Edu Delta om snel een onderwijsinstelling te vinden die de leerlingen en docenten over wil nemen. Het vertrouwen dat dit lukt is groot. We zijn al in gesprek met allerlei partijen die de leerlingen en de studenten gaan overnemen. In Middelharnis hebben we een partij gevonden die daar zich aan het voorbereiden is en daarover met allerlei andere partijen spreekt. Hier in Barendrecht moeten we dat nog concretiseren. Er zijn hier meerdere partijen die geïnteresseerd zijn. En dat zal in de komende weken behouden worden. En alles is op gericht om op 1 augustus gewoon met het onderwijs verder te gaan. Alle ouders krijgen een brief thuis van Edu Delta. En voor de leerlingen was er dinsdagmorgen een korte informatiebijeenkomst. Want wat is er nou precies aan jullie verteld vanmorgen? Dat het niet failliet is en dat ze een oplossing gaan zoeken met andere scholen om het toch lopende te houden. Dat is toch even afwachten of dat lukt. Ja, ik hoop dat ik er dan al vanaf ben. Ik hoop dat ik dan geslaagd ben. Ik denk dat er wel een oplossing voor gekomen wordt dat ze ons niet zomaar in de steek laten. De oud-directeur van zorgcentrum Jedidia in Meerkerk is veroordeeld voor ontucht. Hij kreeg een jaar cel. Aldert van E., 77 jaar, zou jarenlang een patiënte, teerzaag heten, hebben misbruikt. Zelf had hij ontkend. Het bewijs kwam onder meer uit seksueel getinte chatgesprekken, waarvan Aldert zei, ja, dat was codetaal. Maar de rechter denkt daar anders over. Als je die woorden die erin staan zou vertalen zoals de verdachte dat aangeeft, hè, dan zou masturberen, zou pannenkoeken maken betekenen bijvoorbeeld, dan wordt het een onzinverhaal. Dus wat de verdachte daar gezegd heeft, het ligt helemaal al niet voor de hand om masturberen als code te zien voor pannenkoeken maken. En als je dat dan ook nog eens een keer zo in die chatsessies leest, dan wordt het complete onzin. Dus de rechtbank heeft het ongeloofwaardig geacht. Daarnaast de familie van Teerza zegt de straf veel te laag te vinden, maar wel tevreden te zijn dat Teerza op deze manier wel een stem heeft gekregen. De vrouw overleed in 2016. Zelfmoord is de officiële lezing, maar de familie zegt dat Aldert van E. verantwoordelijk is voor haar dood. Aldert nam regelmatig contact op vanuit de cel met Teerza, ook al gaf ze aan dat niet meer te willen. De familie wil niet voor de camera reageren, maar in een schriftelijke verklaring zeggen zij: het laatste telefoontje van Aldert vanuit de gevangenis heeft Teerza zo overstuur gemaakt dat zij te veel kalmeringsmiddelen heeft ingenomen. En uiteindelijk is zij als gevolg van de complicaties na 5 dagen daaraan overleden. Justitie zegt dat Aldert van E. officieel geen verdachte is op dit moment. Maar het mogen duidelijk zijn dat deze zaak nog wel een staartje gaat krijgen. De gemeenteraadsverkiezing van 2002 was zonder twijfel de meest spectaculaire uit de geschiedenis van Rotterdam. Zolang ik Rotterdam ken, wordt er geklaagd over het stadsbestuur en die anonieme gemeenteraad. Pim Fortuyn sleepte met Leefbaar Rotterdam in 1 klap 17 zetels binnen en werd daarmee de grootste partij. Er is nog niet helemaal 100% binnen, maar met 90% van de stemmen kunnen we toch wel duidelijk stellen dat er een grote aardverschuiving heeft plaatsgevonden. In deze mooie stad is te veel niet op orde. Voor politici is er dus absoluut geen reden om zelfgenoegzaam achterover te leunen. Onder het oog van talloze Nederlandse en buitenlandse cameraploegen maakte Fortuyn als grote overwinnaar zijn opwachting aan de Rotterdamse Coolsingel. Het is 5 voor 12.
En daarom stem Leefbaar Rotterdam, omdat ik van deze stad hou. Lijsttrekker Fortuyn richtte een politiek slagveld aan. Ik krijg inmiddels binnen dat de definitieve uitslag zegt, meneer Fortuyn, dat u zelfs 17 zetels heeft gehaald. Het was in één klap gedaan met aartsrivaal PvdA. Mensen zijn de onduidelijkheid van de gevestigde politiek zat. Willen een nieuwe frisse wind. Zeker ook in deze stad waar de Partij van de Arbeid het zo lang alleen feitelijk voor het zeggen heeft gehad. Nou, dat gaan we nu doen. In de eerste plaats natuurlijk een verschrikkelijke klap. En daar moeten we echt even enorm over nadenken wat voor conclusies we daaruit trekken. De mensen gaan eerst slapen. Iedereen gaat eens bekomen van de uitslag, ook ik. En dan zullen we wel zien. Pim Fortuyn maakt een Rotterdams college van Leefbaar, CDA en VVD nog mee. Maar wordt nog geen twee maanden later, kort voor de landelijke verkiezing, in zijn rol als lijsttrekker van Leefbaar Nederland, vermoord op het Hilversumse Mediapark. At your service, Pim Fortuyn. De politie heeft dinsdagochtend op de Lavasweg in Hoogvliet een 17-jarige Rotterdammer aangehouden na bedreiging van een leerlinge op het My College in Spijkenisse. Om wat voor bedreiging het precies ging, wil de politie niet zeggen. Wel werden uit voorzorg politieagenten bij de school geplaatst. Er zou mogelijk een wapen in het spel zijn geweest. Nadat de jongen was aangehouden, werd de school weer vrijgegeven. De lessen zijn de hele dag gewoon doorgegaan. De karakteristieke kerktoren van de Oude Kerk in Zwijndrecht is definitief gered. Het houten torentje verkeert in slechte staat en moet worden gerestaureerd. De klokluiden is momenteel te gevaarlijk vanwege instortingsgevaar. De restauratie is een dure zaak, zo'n 2 ton. Maar Hervormd Zwijndrecht bracht het geld zelf bij elkaar en kreeg een halve ton subsidie van de provincie Zuid-Holland. Donderdag start de aannemer met de renovatie en galmen de klokken weer als vanouds door Zwijndrecht. Ze krijgen een ereplaatsje in de Hall of Fame van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. De resten van de poten van de reiger die geroosterd en opgegeten werd door een Russische zwerver in Den Haag. Heb je een sterke maag? Ja. Ruiken, is het vies, ja? Nee, het is helemaal niet vies. Ruik maar eens even. Wat ruik je? Wat ruik je? Oeh, nou niet heel lekker. Ik krijg er geen trek van. Je ruikt gewoon een barbecue. Ja? Dit is dus een compleet been, om het zo maar even te zeggen, een onderbeen. En dit is, normaal zit hier natuurlijk nog de dij, hè? En die is eraf gekloven. Ja, zit daar een beetje vlees aan normaal gesproken? Ja, aan het uiteinde wel, van de poot. Maar vergis je niet, het is natuurlijk een vogel van 1,5-2 kilo. Dus daar heeft hij een flinke hap aan gehad. De reiger is een beschermde vogel, dus de zwerver is gearresteerd. Al was het dier zeer waarschijnlijk al dood door gebrek aan eten bij de kou van vorige week. Maar het lijkt mij toch, weet je, als je een dier dood ziet liggen voor hetzelfde gaat, ligt hij er al een week en is dat niet heel gezond om dat op te eten? Ja, dat is ook ik zeg ook don't try this at home. Maar heeft het wel overleefd, de zwerver, toch? Ik heb er verder niks meer van gehoord, maar ik neem aan van wel. Ja. Die hebben over het algemeen sterke magen. De poten van de reiger zijn door de Haagse politie nog net op tijd uit de vuilnisbak gevist en krijgen nu een ereplaatsje tussen de dominomus die in Leeuwarden werd doodgeschoten omdat hij 23.000 dominostenen had omgegooid voordat Domino D-Day was aangebroken, de Tweede Kamermuis en de McFlurry-egel. Waarom heb jij zo'n voorliefde voor dit soort dingen? Nou, het is niet echt een voorliefde. Het is meer om te laten zien dat er botsingen zijn tussen mens en dier. En vaak met fatale en bijzondere gevolgen. En dat komt natuurlijk omdat mens en dier steeds dichter bij elkaar komen te leven, zeker in de stad. En dan krijg je dit soort botsingen. De reigerpoten zijn vanaf begin april in het museum te zien. Te gast bij de Zeehavenpolitie en in deze eetzaal hangt dit schilderij, gemaakt in 1941. Vooral de historische waarde is bijzonder en dat komt door de makers. De makers waren arrestanten die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog in het bureau van de vroegere rivierpolitie, nu Zeehavenpolitie,
waren opgesloten. Wanneer was de eerste keer dat dit werk jou opviel? Oh, dat is al heel lang geleden. En eigenlijk viel het op toen ik hier aan de lunch zat met een collega. En die zei, joh, dat is een mooie bord wat je daar hebt. Maar wie ziet dat eigenlijk? Alleen maar de collega's. En hij zegt, dan zou het toch het publiek het ook moeten zien. De gevangenen zeiden dat ze het hier beter hadden dan op het hoofdbureau. Ze mochten hier werken, dat was niet standaard. Er werd ook het een en ander toegestaan. Als voorbeeld kwam een keer de directeur van het gevangeniswezen op bezoek en zag tussen de bedden een moeder met kinderen zitten. En de bewaker die dat had toegestaan, die werd overgeplaatst. En maar het moest wel gerestaureerd worden. Morgen wordt het onthuld en de eenheidsleiding en een heleboel gasten komen hier. Dus ja, ik vind het gewoon, ik ben hartstikke enthousiast. Wat zegt dit werk nou over de Rotterdamse politie in de tijd van bezet Nederland? Nou, dat er natuurlijk twee verhalen waren. De politie werd vooral gezien als een foute organisatie. Die Joden hebben opgehaald, arrestanten van de Duitsers bewaakten. Dat is ook allemaal waar. Alleen in hun vermogen hielpen ze ook de arrestanten. Kunnen alleen collega's van de Zeehavenpolitie dit kunstwerk bezichtigen of kunnen de Rotterdammers ook een kijkje nemen? Het is de bedoeling dat het naar het Museum Rotterdam gaat en dat het daar een aantal maanden tentoongesteld wordt. Dus dan kan toch iedere Rotterdammer die kan het gaan bekijken. Heeft het korps nou nog meer van dit soort verborgen pareltjes in de eetzalen hangen, denk je? Nee, ik dacht het niet. Sparta heeft de gewenste technische man bijna binnen. De Rotterdammers zijn in gesprek met Henk van Stee. Hij moet de in december ontslagen Alex Pastoor opvolgen als technisch directeur of als technisch manager. Sparta-directeur Manfred Laros laat weten dat er snel iemand moet komen, omdat er nog een hoop moet gebeuren met oog op volgend seizoen. Van Stee geeft aan dat hij er open voor staat en dat de bal nu bij Sparta ligt. Ondanks de tegenvallende prestaties in de Eredivisie waren er toch lachende gezichten op het trainingsveld van Feyenoord vanmorgen. Bijvoorbeeld bij doelman Brad Jones, die door bondscoach Bert van Marwijk is opgenomen in de voorselectie van Australië voor interlands tegen Noorwegen en Colombia. Ook Renato Tapia mag zijn land weer vertegenwoordigen. De Peruviaan maakt deel uit van de definitieve selectie voor de duels met Kroatië en IJsland. Verder keerden Karim El Amadi en Kevin Dix weer terug op het trainingsveld. Zij ontbraken gisteren nog. Trainer Giovanni van Bronckhorst mist de al langer geblesseerde Jeremiah St. Juste. En ook Sven van Beek en Tyrell Malasia lieten de training aan zich voorbij gaan. Zondag speelt Feyenoord tegen mede-bekerfinalist AZ. Ja, Justin, drink maar.